Ja, vanavond is het zover. Ja, iedereen kijkt ernaar uit. Als ik het allemaal lees. En iedereen is in afwachting van het gebeuren met Gijpen en Gluipert, Gené en onze nationale azijnman. Iedereen zit er een beetje op te wachten. Ja, het lijkt wel een soort nationale uitzending te worden. Nou ja, godsamme, wie had dat ooit kunnen denken? Dat het zo ver zou komen met dat VI. Maar goed, het is nou een keer zover. En ja, ik heb er al... We gaan toch niet vergeten allemaal, want wat ik lees de hele tijd is dat mensen, die zitten allemaal zo thuis met de handjes te wrijven. En die hebben de chips al klaarstaan en het bier staat klaar. Want oh, we kijken zo uit naar VI. We zijn er weer klaar voor en we hebben er weer zin in. Maar luister eens even goed, jongens. We zijn toch niet vergeten wat er allemaal gebeurd is. Of niet? Dat gaan we toch niet vergeten. Dat gaan we toch niet eventjes zomaar aan de kant schuiven. Want, Gluipert Gené. Ja, die heeft zich natuurlijk volkomen vergalopeerd. Die heeft niet een mes, maar een zwaard en een bijl in de rug gezet. Van die Derksen. Niet eens bij Gijp, maar meer bij Derksen. En toen hadden die twee, die Gijp en die Derksen, die hadden er gewoon geen zin meer in. Nee. En die hebben de meest verschrikkelijke dingen gezegd daarover. Nooit meer aan tafel met Gluipert Gené. Never, never, nooit meer again. Ja, nou goed. En er was een NSP'er en er was dit en het dat. En het programma was naar de klote geholpen door Gené. En het zou nooit meer geloofwaardig worden. Hé, zo was het en zo is het. Nou, goed. Zo gaan we naar het programma kijken. En ik heb gezegd, eerlijk is eerlijk, ik ga er niet meer naar kijken. Dat heb ik gezegd. Maar luister eens even goed. Ik heb al, weet ik veel, hoeveel verzoekjes gehad van jullie. Van Harry, wil je alsjeblieft toch even gaan kijken en laten weten wat je ervan vond. Oké, dus wat ga ik doen? Ik ga vanavond ook kijken. Met jullie kijk ik mee naar VI. Ja, maar goed, ik geef jullie mee, hè, dit. Ik geef jullie dit mee. Vergeet nou even niet wat er zich gaat afspelen. Want die Derksen... Of noem maar op, die gaan gewoon ontzettend tekeer. Ja, vanavond. En er worden weer mensen afgezeken. En noem het maar op. En dan zal het bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, Lodewijkers zijn. Mensen tactiek tegen Italië. En dan gaat die Derksen, die gaat daar ontzettend tekeer. Maar vergeet dan even niet, op het moment dat dat gebeurt, dat hij, hup, zijn hoofdje boog. Voor de mol en hup, terug rende in zijn holletje. Want hij zou nooit meer aan tafel komen met Gené. En toen kwam de mol en die riep boe en hup. En Johan die luisterde gelijk. Niet vergeten, dat mogen jullie niet vergeten op het moment dat hij tekeer gaat tegen bijvoorbeeld zo'n Lodewijkers. Goed, dat spreken we af. Nou en dan wens ik jullie vanavond allemaal veel plezier met VI.